Welkom bij deze opstartvideo voor KiCad. KiCad kun je downloaden via kicad-pcb.org. Vervolgens klik je hier op download. Je selecteert je operating system wat je hebt, in dit geval Windows. Je selecteert hier een download mirror, welke maakt op zich niet uit. Je downloadt de software, installeert de software. Kan enige tijd duren. Na installeren start je KiCad. Dan krijg je dit window. Je hebt een file, new project. En dan heb je hier documents en KiCad map. En dan maken we hier een map aan. KiCad. Opstart. Video. In dit geval. Open deze map. Opstart, video, noem ik het in dit geval. Je kunt er natuurlijk elke naam geven wat je wil. Klik op save. Klik hierop. Schematic layout editor. Default is de achtergrond. Wit. Je kunt in preferences gaan. Colors. Background. En dan kun je de kleur kiezen die je wil. Defined colors. Nogmaals, default is wit. Ik heb voor zwart gekozen. Je klikt hier op zwart. Klikt oké. En dan is de achtergrond zwart. Dat is wat prettiger, want anders zit je naar een witte lamp te kijken. We gaan een hele eenvoudige en super simpele schakeling maken om snel te kunnen starten met KiCad. Klik hier rechtsboven op Place Symbol. Klik vervolgens ergens in het window en de Symbol Library wordt geopend. Oké, we zoeken een connector. Klik hier bovenop Con. Ik scroll hierin. Ik zoek een bepaald type connector. Schrijf het window een beetje op. Screw terminal zoek ik. Deze. Dubbelklik hier. Ik kan op de letter R op het toetsenbord kan ik indrukken en dan draai, dus rotate. Aan het wieltje van je muis kun je scrollen. Het is positionele scroll. Als je ziet, ga ik rechts staan of ga ik links staan of ga je centraal staan. Oké. Ik plaats het zo dat de schroefverbindingjes links komen staan. Oké. Je werkblad overigens, dan klik je hier linksboven, edit page settings. Kun je de datum toevoegen, je kunt zeggen versie 1.0. Je kunt het een titel geven. Opstart, video, company, wat je wil. Summer Engineering, bijvoorbeeld. Of jouw eigen naam, De Vries Electronics, whatever. Hier kun je het formaat kiezen, A4, A3, A2, A1, dus de standaard formaat is erg handig. Laat de default op A4 staan. Je kunt kiezen Landscape of Portrait. We kiezen gewoon Landscape. Klik op OK. De informatie die je zojuist genoteerd hebt, staat hier rechtsonder in het titelblok. Sim Engineering, titel, opzet, video, etc. Oké. Je kunt boven de component gaan staan, rechtermuisknop, dan krijg je een uitvalmenu. Properties, je ziet hier ook letters staan. Je kunt er ook rechtstreeks naartoe gaan door deze letter in te typen. Ik ga nu twee keer op Escape. Als ik hierboven ga staan en ik doe U, dan kan ik zeggen J1. En V voor value. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen 5 volt DC, bijvoorbeeld. De tekst kun je ook positioneren waar je wil. Klik even op Escape, wordt de cursor leeg. Ik ga linksonder staan. De letter M voor Move. R voor Rotate. Stel dat ik wil het zo plaatsen. Ik heb de cursor hier onder de J staan. Ik typ alleen de letter M in voor Move. En ik zet J1 hiernaast. Oké. Ik klik erop Place Symbol. Ik zoek een weerstand. De letter R. Dubbelklik hier. En ik plaats hier een weerstand. Ook hier kan ik er doen de letter U, R1 en value bijvoorbeeld 1K. Ik ben nog in de modus Place Symbol, dus ik klik weer ergens in mijn blad. Kom er terug, ik zoek een LED, LED, Light Emitting Diode. Ik dubbelklik hier. Weer de letter R voor Rotate. Ik plaats die zo. De kathode is het streepje.
Oké, ik klik hier op Place Wire. En vervolgens met de linkerklik maak ik elektrische verbindingen. Eenvoudig linkermuisklik. Zo. Ik wil hier nog een nul referentie. Dus ik ga van de place symbool. Klik ergens in het blad. GND typ ik. Dubbelklik. De ground die plaats ik hieronder. Ik klik op place wire. Even scrollen met het scrollwieltje. En voilà, je ziet hier een groen bolletje, meteen elektrische verbinding. Ik kan hier klikken op zoom to fit schematic page. Dan laat het het volledige A4 zien. En een scrollwieltje kan ik draaien en ik zie hier mijn eenvoudige schakeling. Oké, ik ben nu klaar met deze eenvoudige schakeling. Ik klik op assign PCB footprints to schematic symbols. Dus de eerste keer dat je dit krijgt, klik je op annotate. Dan wacht je even, dan laat zich hier de Assign Footprints Library, afhankelijk van de kracht van je computer, kan het korter of langer duren. Je krijgt hier dadelijk van links in de kolom van A tot Z de main libraries te staan. Hier komt dadelijk een schema te staan en in deze kolom komt een sublibrary te staan. Daarvoor klik je hier op een aantal filters. Je kunt er eens mee spelen, dan zie je wat zichtbaar wordt of niet. Oké, hier staat component 1, 2, 3, symbol 1, 2, 3. De namen D1, J1 en R1 en hier wat extra informatie. Oké, dit is een LED, dus ik ga hier in de main library scrollen, zoek ik LEDs, LED. Ik heb hier SMD en through-hole. THT is through-hole technology. Ik klik op through-hole. Ik wil een through-hole LED. Vervolgens ga ik even dit doen. Ik klik hier op de tweede icoon, View Selected Footprints. Zorg dat het window zo staat dat je een kolom hier hebt. En dan zie je hier 3D Display. Daar klik je ook op. Maak dit window ook even zo dat het hier rechts in de ruimte komt. Dus ik maak het window wat kleiner. En wat is dan het fijne? Als ik hier op de sublibrary klik, die ik dus hier geselecteerd heb, Let Through Hole, dan zie ik hier in 3D, de footprint en soms ook het volledige, de volledige component. Ik kan hier doorheen scrollen. Kijk, hier heb ik een voorbeeld van een volledige component. En ik kan hier, kan ik rechter muisknop doen, top view. Dan kan ik de letters gebruiken die erbij staan, bottom view. Dus ik kan zeggen toetsenbord Z of shift Z. En zo kan ik dus ook zeggen, ik wil right view hebben, etc. Ik kan dan zoomen. Je kunt zelfs in de print gaan, zoals je ziet. Je kunt ook dit doen, als ik de controlknop ingedrukt hou en een scrollwieltje draai, dan gaat het over de x-as op en neer. Hou ik de shift-knop ingedraaid dan, en ik draai in een scrollwieltje, dan gaat dit in de y-as op en neer. Oké, plaats het ongeveer in het midden. En je ziet, ik kan de linker muisknop ingedrukt houden en dan met de muiscursor op en neer gaan en dan kan ik dus de component zien. Je ziet hier informatie bij staan, let through hole 3 mm. Horizontal, etc. Dus lengte, breedte, maat en dergelijke. Ik scroll, ik zoek een 5 mm LED clear. Kijk, hier zie je de LED inclusief de footprint. Nou, wat doe ik? Ik dubbelklik hier. En vervolgens wordt die hier toegekend. Een D1. J1 is een connector. Dus ik ga naar connectors toe. Even kijken. Ik klik hier op. Dus even kijken. Phoenix MSDB. Stel ik wil deze connector hebben, tool connector wel, kan. Ik zie hier de informatie ook bij staan. Pitch 5.08 mm horizontaal. Ik dubbelklik en die wordt hier toegekend aan mijn componentenlijstje. En R1 is een weerstand, resistor. Dus ik ga naar de RPQRS. Resistor, resistor through hole. Ik klik hierop en ik zie meteen, kijk eens. Hartstikke mooi in 3D. Het is een erg mooie eigenschap dat je in 3D hier zo. Ik kan met de pijltjestoets naar beneden gaan. En ik zie in 3D het allemaal hartstikke mooi meelopen. Dus dat is natuurlijk een hele nuttige informatie. Dat je hier gewoon kunt zien van hoe ziet die component er nu echt in het echt uit. Dus zonder dat je naar het magazijn bent geweest. Kun je wel rustig door je componentenlijst scrollen op het library hier. En je ziet hier mooi in 3D je component.
De onderzijde en de componentzijde. Erg mooi. Oké, ik zoek een default LED. 6,3. Dit is wel een mooie trouwens. Pitch 10,16 mm. Ik dubbelklik. En dan ben ik klaar. Ik heb hier een schakeling bestaande 3 componenten. Ik heb een footprint toegekend. En ik klik hier onder op Apply, Save Schematic en Continue. Vervolgens klik je op OK en dan sluiten alle 3 deze windows. En je bent terug in je schematic. Nu heb je dus het schema getekend en je hebt voor alle 3 de componenten heb je een footprint toegekend. Voor de ground hoeft dat niet, want het is geen component. Dat is belangrijk als referentie als je straks polygons gaat tekenen, etc. Wat fill zones heet in KiCad. Oké, dan klik je op Net. Dan zeg je Generate Netlist. Dan klik je op. En dan ben je hier default in het juiste pad. Dan klik je OK. Dan is het weggeschreven als een netlist. Dan ga je terug naar de KiCad Control Panel. En dan klik je hier op PCB Layout Editor. Even wachten. En dan opent zich hier de PCB Layout Editor. En dan kan ik hier, klik ik op Load Netlist. En dan zie je hier, dan ga je naar de netlist die zojuist is aangemaakt van de schematic, die selecteer je. Je klikt hier op openen. En dan zeg je close. En dan zie je dat de componenten, oh wacht even, heb ik iets verkeerd gedaan? Just checking, netlist, update PCB, en dan close, ja. En dan staan hier de componenten, hangen aan de cursor. Ik ben even uitgezoomd, even, waar is mijn schema, daar, voilà. Klik even zoom to fit, en hier staan de 3 componenten. Oké, ik kan dus mijn alt-tab zo naar mijn schema toe, en hier met alt-tab ben ik naar mijn board file. Oké, klik ergens in het window en ze zijn gedeselecteerd. Wat wil ik nu gaan doen? Ik wil ze gaan plaatsen op een bepaalde manier en vervolgens kunnen gaan routen. Let wel, plaatsen van componenten, dat kost eigenlijk 90% van de tijd, vooral natuurlijk als je een complexe printplaat hebt. En als je juist positioneert of plaatst, dan gaat het routen wat makkelijker. Oké, ik kan een component aanklikken. Move is de letter M. En dan zie je, ik kan met de cursor op en neer gaan. R is rotate, en dan kan ik de component draaien. Laat ik die eens zo neerzetten. De weerstand ook, die klik ik aan. Letter M voor move. R voor rotate. Stel dat ik die zo verticaal wil plaatsen. En de LED light emitting diode. Move. R voor rotate. En stel dat ik die zo wil plaatsen. Laat ik zo eens doen. Oké. Je ziet hier default op millimeters staan. Set units to millimeters. We staan in millimeters. Erg handig. Oké. Wat ga je vervolgens doen? Klik hier op Edge Cuts. Dan komt hier een driehoekje te staan, dan zie je dat van al deze lagen de edge cuts geselecteerd is. Edge is de rand, dus je gaat dan de rand van je printplaat bepalen. Klik vervolgens op Add Graphic Lines. En dan kun je zo, je ziet dat je in de kleur bent van de edge cuts. Dus dit geel van dit lijntje is in dezelfde kleur als edge cuts. Oké. Dan probeer ik die lijn netjes recht te plaatsen. Zo. Teken zo even een rechthoek. En voilà. En deze kant op. Draai weer even mijn scrollwieltje. Oké. Ik moet het natuurlijk al netjes recht tekenen. Ik kan altijd zo'n lijn nog aanklikken. En dan kan ik die altijd nog, kijk eens, netjes recht maken. Als deze te kort is, kan ik die aan kan inzoomen. Je klikt hier op dat witte vierkantje en je kunt die mooi positioneren. Voilà. Dan klik ik vervolgens dus hier op Zoom Area en je hebt mooie vierkant hier. Nou, stel ik een montage ga te monteren of plaatsen, dan zie ik hier dat ik hier niet zoveel ruimte heb. Dus ik klik even op de LED. Ik ga die iets hoger plaatsen. Zo. Klik op Add Footprints. Klik ergens in je blad.
En dan typ je hier. Even kijken. Montage. Even kijken, M3. M3. Ik selecteer M3. Maak de window even wat groter, dat is makkelijk. En dan zie ik hier mounting holes. En dan ga ik eens even kijken, 3,3 M3. Ik dubbelklik hierop en heb ik hier een mounting hole. Ik plaats die eentje op de hoek. Ik zie dat dit niet helemaal netjes past. Ik druk even op escape, toetsenbord. Ik selecteer deze connector. Ik toets de letter M in en ik plaats deze connector wat hoger. Ik heb hier ook weinig ruimte, dus ik selecteer de weerstand. Toets letter M en ik zet die even wat naar links. Zo ook voor de light emitting diode. Oké. Okay. Rechter muisknop. En dan kan ik zeggen duplicate. Oh, sorry, ik had de LED nog geselecteerd. Ik moet natuurlijk hier op de mounting hole klikken. Rechter muisknop, duplicate. En dan heb ik een tweede mounting hole. Dan plaats ik in de andere hoek. Ik doe datzelfde nog een keer. En zo plaats ik een mounting hole netjes. Alle vier de hoeken. Mounting hole is iets wat vaak vergeten wordt. Dat mensen een mooi ontwerp hebben gemaakt en dan vergeten, zo duplicate, vergeten ze om de mounting holes te tekenen. En dan kun je de printplaat natuurlijk niet monteren. Tenzij je een klembuizing zou gebruiken, dat is natuurlijk een optie. Even kijken, ik zie deze rand, hier zit nog een knikje in. Moet ik deze iets hoger doen? Even kijken. Moet die juist iets lager. Is net iets lager, zo. Eventjes zoom to fit boards, oké. Ziet dit er goed uit, hier zit ook nog een knikje in, zie ik. Je wilt natuurlijk wel nauwkeurig tekenen. Dus ik denk dat deze iets omhoog, dan moet ik zoom hier even naartoe. Kijk, moet dit netjes daar zo. Dan ziet het er beter uit. Oké. Okay. Weer zoom to fit. Ctrl S doe ik tussendoor even. Save. Oké. Okay. Ik heb de mounting holes geplaatst. Ik heb hier mijn eenvoudige schakeling staan. Ik klik hier op routing tracks. En dan zeg ik welke laag wil ik die gaan tekenen. Stel ik maak nu mijn één laag. Of laat ik het eens een twee laag. Hoe simpel dit ook is. Ik klik op bottom cuprum. CU's cuprum. Dus bottom layer. Je klikt hier op Route Tracks en dan kan ik hier, eerst even kijken trouwens naar, even kijken. Preferences, nee, is dat allemaal goed? Klik hier en ik zie hier dat de lijn wordt groen. Dat is de kleur hier van mijn bottom layer. En je ziet als ik naar de rand van dat pagina ga, dan schuift alles netjes op. De default staan de hoeken op 45 graden. Dat is perfect, dat is ook de manier wat je moet gebruiken. Ik ga met linkerklik hier de verbinding maken. Dit vind ik niet mooi. Ik doe even Ctrl Z. Ik klik opnieuw. Voilà. We gaan daar eens beginnen. Linkerklik. 45 graden. Zo. Ik draai mijn scrollwieltje ondertussen. En voilà. En linkerklik. Oké. Het spoor is gelegd. Deze leg ik ook zo, een linkerklik, een linkerklik en dan ga ik deze in de andere laag tekenen. Dan klik ik hier op FCU, front cuprum, dus dat is de top layer. En dan ga ik deze intekenen en dan zie je dat de lijn rood wordt. Oké, okay. Voilà. Oké, okay. Ik heb nu dus de twee groene sporen liggen in de bottom layer en de rode ligt in de
top leeg. Oké. Okay. Nu ga ik Add Filled Zones aanklikken. En dan ga ik eerst selecteer ik hier de bottom cuprum. Dus de bottom layer. Ik zeg Add Fill Zone. Ik ga hier naar linksboven. Naar een hoekje. En dan zeg ik. Ik klik daarop. Ik krijg dit window. Ik heb bottom geselecteerd. Ik zeg ik wil ground hebben. Ik klik OK. En ik ga naar de andere hoek. Door uit te scrollen. Uit te zoomen via het scrollwieltje. En zo. Even kijken. Voilà. Ik kan de fill zo naar nog aanpassen als ik wil, dat is allemaal geen probleem. Dus ik klik die even hier op het hoekje. Daar in de andere hoek. Ongeveer. Ik zou het. Het is een eenvoudige schakeling, een complexere schakeling maakt. Dan doe ik het super nauwkeurig. En dan sluit het zich. Dan heb ik mooi groen vlak. Oké, okay. Dit is de polygon. Je ziet default hier. Mooi de clearance tussen de ruimte van de polygon en het spoor. Oké, okay. Ik doe hetzelfde nog een keer, maar dan voor de front layer. Ik klik weer op Add Field Zone. En ik ga naar dezelfde hoek. En dan zie je dat dit weer... De window weer komt ook weer ground. En het wordt straks dan rood. Dus ik ga naar de andere hoek. En zo. Dan gaan we naar beneden. Via het scrollwieltje. Klik daar op de hoek. En ga naar de andere hoek toe. Met het scrollwiel draaien is erg handig. Dan kun je relatief snel in- en uitzoomen. En naar de locatie gaan waar je naartoe wilt. Oké, okay, ik klik met de linker muisknop weer en ik heb nu ook mijn top layer. Oké. Okay. Et voilà. Dus even kijken. Druk op escape. En zo. Nou komt nog iets heel moois. Ik kan hier op view klikken en dan 3D viewer. En dan zie ik hier, dat negeer ik even, zie ik hier het ontwerp in 3D. Ik kan mijn scrollwiel draaien. Aan de onderkant kijken, ik zie hier mijn spoor aan de bottom layer en de spoor aan de top layer. Ik zal even kijken, heb ik daar iets niet juist gedaan? Ik selecteer, ik zit in de top layer, klik die aan. Oh, natuurlijk, die hoef ik niet te tekenen, want dit is met ground verbonden. Dus ik heb een ground hier, kijk, dit is verbonden in de top layer via ground. Dus via de ground plane is dit met elkaar verbonden. En als ik hier de bottom layer selecteer, dan zie ik hier de spoortjes die verbonden zijn. Dit spoor en dat spoor. En ook dit is hier met de ground verbonden. Oké, okay, prima. Dus nogmaals, ik heb hier het schema. Ik heb mijn boardfile. En ik heb zo hier mijn 3D viewer. Ik kan ook hier kan ik rechter muisknop. Dus ik heb Z, ik heb Shift Z. Je kunt zoomen. En je ziet, je kunt zeggen, ik wil right view doen. En dan kun je dus ook hier kun je inzoomen en dan kun je ook in de print gaan. Dus dat is ook mogelijk. En dan zie je hier de pennen die door de print heen gaan. Je kunt zo uitzoomen. En dan zie je heel mooi het ontwerp in 3D. Oké, okay, tot zover deze video om een snelle start te kunnen maken. Om een schema te kunnen tekenen. Om een boardfile te kunnen tekenen. En... Oh, ik zou nog silkscreens kunnen toepassen. Stel dat ik in de front layer een silkscreen wil plaatsen, dan klik ik daarop. Dan staat er wat informatie default in. Stel dat ik hier tekst wil plaatsen, klik ik hier op T. Klik daarin, dan wordt er gevraagd, dan zie je hier een front silkscreen. Ik kan hier ook nog de laag selecteren. Dus stel dat ik zeg opstart, video. En je ziet hier de breedte en de hoogte en de dikte van de letters kun je allemaal aanpassen. Klik op OK. En ik plaats die tekst hier zo. Ik ga Alt-Tab naar mijn 3D ontwerp. En je ziet hier meteen deze tekst hier komen staan. Dus dat gaat ook wel heel mooi. Dat gaat dynamisch meteen mee. Oké. Okay. Ik denk dat we klaar zijn. Tot zover dan deze opstartvideo voor KiCad. Om een snelle start te kunnen maken.
Veel plezier en veel succes met het maken van vele mooie ontwerpen.